Mijn vader is de president van een groot land, hij is bekend. Hij staat altijd in de krant en maakt de regels van het land. Ik heb het iedereen verteld, maar er alleen niet bij vermeld. Het was allemaal in een droom, mijn vader is eigenlijk heel erg gewoon. Ze heeft het bedacht, dit hele verhaal. Het is niet echt gebeurd, maar verzonnen allemaal. Ze vertelt het aan wie het maar horen wil. Begint ze te janken, dan wordt iedereen stil. Mijn moeder is een filmster in Hollywood. Dat is heel ver. Ze is altijd op tv en doet in alle films mee. Ik heb het iedereen gezegd, maar daarbij niet uitgelegd. Het was allemaal maar een droom. Mijn moeder is eigenlijk heel erg gewoon. Ze heeft het bedacht, dit hele verhaal. Het is niet echt gebeurd, maar verzonnen. Met heel veel personeel. Het is enorm allemaal. Dat is echt niet meer normaal. Ik vertel het iedereen, terwijl ik het niet meen. Want het huis waarin ik woon is eigenlijk heel erg gewoon. Ze heeft het bedacht, dit hele verhaal. Het is niet echt gebeurd, maar verzonnen. Bakker, bak broodjes en taart. Mijn mama is juffrouw en dat is wel waar. Ons huis is niet klein en ook niet echt groot. Ik ben niet bijzonder, ik ben heel gewoon. Vraag je wat mijn moeder doet? Zeg ik, die acteert in Hollywood. Ja, en ik